Gast, doe normaal, man. Die zou er als eerste vreemd gaan. Je kan dus bewusteloos raken. Goos, doe normaal. Hallo. Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een best wel heftige video maken. De laatste persoon die de jacuzzi verlaat, wint 1000 euro. En we moeten ook hierin slapen. Ik heb gehoord dat je ongeveer 2 uur in jacuzzi kan zitten. Als je langer erin blijft zitten, dan gaan bepaalde dingen van je lichaam... Je kan benauwd worden, je kan bewusteloos raken. Er kunnen heel veel dingen fout gaan met zulke video's. Dus het wordt best wel een spannende video. Je mag niet plassen in het zwembad. Eten kunnen we krijgen via jouw moeder. Oké, cool. Die heeft volgens mij eten klaarstaan voor ons. Hier, ik heb voor jou een fles water toe. Ik heb voor jou een fles water. En ik heb voor mij ook een fles water. Ik heb ook een tv meegenomen. We gaan straks gewoon even lekker Netflixen in de jacuzzi. En ook nog een kussen. We moeten ook kunnen slapen. De tv staat er. Dus ik denk dat we het wel lang gaan overleven hier. Let's go! 3, 2, 1. Oké, de tijd gaat nu in. De laatste persoon die de jacuzzi verlaat. Wint 1000 euro. Maar ik heb ook opdrachten, hè? De eerste opdracht is: who's most likely to? Dus wie zouden we als eerste kiezen als we dat horen? Wie zouden als eerste gearresteerd worden? Van ons drieën. Lorenzo. 100%. Eerlijk wel. Ik doe wel foute dingen, maar ik weet me altijd soort van nog wel goed te formuleren waardoor ik wel uit kan dunnen. Ja, dat is waar. Nee, en jij bent sowieso braaf. Ja. Wie als eerste zou er een vriendin krijgen? Lorenzo. Ik denk het ook wel. Wie krijgt als eerste kinderen? Lorenzo. Ja, wat is dit? Het ergste is, we hebben deze gesprek inderdaad al gehad. Maar het is ook echt zo. Jij bent ook wel. Ik denk dat jij er eerst klaar voor, de eerste ready voor bent. Wie zou er als eerste vreemd gaan? Mijn verleden. Ja, okay. Jaagt me na! Hoi! Wie zou er als eerste stelen? Ik? Nee. Ik weet het niet. Thomas. Omdat wij zeg maar net met het croissantje hebben. En ze nu gaan we door met het overleven in het jacuzzi. Ik verveel me. En mijn handen beginnen nu al. Gast, mijn handen zitten... Ja. Dat is niet normaal, man. Ik had gegoogeld dat je... Laat ik zeggen, maximaal 2 uur in een jacuzzi kan zitten voordat er echt dingen gaan gebeuren met je. Het kan dus bewusteloos raken, wat best wel gevaarlijk is. Je kan het benauwd gaan krijgen, want de warmte kan niet. Ja, dat merk ik wel op mijn longen trouwens, wil ik even zeggen. Ik merk dat het wel het zwaarder is. Doe eens dit. Zo wordt dat lastig geworden. Boys. Ik moet echt pissen, man. Niet in het bad. Er was een regel, hè? Dat niet in het bad. Ja, dus. Haast. Nee, ook weer vorige keer de cirkel, hè? Oké, maar wacht dan. Toen ging die buiten de cirkel plassen. Dus wat? Gebeuren. Dus wat? Dan moet je eruit. Je moet eruit dan. Als je me plassen hier gaat pissen. Thomas, dit vind ik echt heel ranzig. Ja. Dit doet hij elke keer. Eeuw. Nou, gast, doe normaal, man. Pis gewoon in je tuin, hè? Gast, eeuw. Dat is een vieze pis. Eeuw, dat gaat in het bad. Heerlijk. Zitten nu al 4 uur lang in de jacuzzi. We worden er echt gek ervan. Dus we gaan nu even een persoon eruit krijgen. Eruit duwen, soort van. Door middel van een opdracht. Een wedstrijd. De eerste persoon die omhoog komt. Dus we gaan onder water. En de eerste persoon die omhoog komt. Je moet eruit. In het piswater. Oké, 3, 2, 1. Dit geloof ik gewoon niet. Dit geloof ik niet. Ik word hier gewoon genaaid. Ik weet het 100% zeker dat ik hier genaaid word. Ah ja, je moet eruit, vriend. Thomas moet eruit. De eerste persoon die omhoog komt, moest eruit. Je zegt toch... Nu al. Ben ik nu al eruit? Hij moet eruit. Lekker pik. Hij moet eruit. Of zou het zo? Ik heb... Geen 1000 euro. Ik heb ijsbeloofd. Let's go. Mensen, dit is onzin. Echt waar. Oké, Tony, kan je ook ons eten pakken straks? Ja, dat is wel heel fijn trouwens. Oké, ik moet naar de wc. Maar technisch gezien mag ik daaruit op iemands schouders. Oh, je ene been, je andere been. Bas, waarom doe je mij? Dit gaat niet werken. Geloof me, dit gaat niet werken. Ja, dan ga ik hier pissen. Ik hou wel in. Ja? Ja? Lukt het je? Ja. En ik weet niet of er misschien iets mis is met die jacuzzi. Ik weet niet of jij het ook voelt, maar het is best wel... echt, het was net best wel koud, maar het is best wel warm aan het worden, man. Ja, hè? Glenn, je weet, als je in het bad hebt geplast, oprecht,
Nee, dan ga ik echt boos worden, Paul. Ja, ik kon niet op Thomas' schouders eruit. En ik ging daar plassen. Godverdamme. Geef mij de vloerding. Geef mij dat vloerding. Dit is zo vies, vriend. Dit is zo... Het is ook helemaal geel aan het worden. Ja, maar... Nou mensen, het is al avond. Wij gaan denk ik een film kijken. En kijken hoe lang we het kunnen volhouden. Onze voeten en handen. Dat is niet meer te doen. Helemaal ribbelig. Het ziet er echt heel raar uit. En dat voelt ook heel raar. Voel mij ook steeds meer benauwder. En ja, echt niet relaxed. Ik heb wel echt heel erg last van mijn longen. Maar je kan ook zo zitten. Maar dat is heel erg koud, weet je. Dus we blijven denk ik erin. Ja. Maar ik heb het gevoel dat het echt... niet echt, ik ga niet lang volhouden, denk ik. Ik denk dat we niet gaan slapen. Dat is gevaarlijk. Want als je in slaap valt, kan je verdrinken. Ik denk dat we gewoon half wakker gaan blijven. En kijken hoe lang we het gaan volhouden. Ik haat dit. Weet je, ik vind het leuk, maar ik haat dit soort dingen ook, man. Ja, ik weet het, man. Maar we moeten het doen. 1000 euro is echt veel. En ik ga niet verliezen. Dat wel. Wat vind je van deze film? Ik ken het gewoon, man. Ja? Gast! Gast! Gast, doe normaal! Hallo? Nee, dan moet ik eruit. Jezus. Nee, serieus? Gast, doe normaal, man! Gast! Nee, nee, gast! Nee, ik ben uit. Nee! Ik ben eruit. Nee, ik ging hulp halen, gast! Gast! Ik heb gewonnen, champion! Ik wilde hulp! Zoeken. Ja, gefeliciteerd, hij heeft 1000 euro gewonnen. Ja, dat is echt niet eerlijk. Dit is echt zo vies, dit is zo vies, hè. Dit, gast, dit is zo... Ja, gast. Luister, hij ging net drinken. Ik wilde hulp zoeken, want hij was gewoon bewusteloos in water. Ik ging dat meen je niet. Ik ben zo slim. Het is echt een vies mannetje. Hij stapte eruit en ik keek hem echt gewoon zo. Hij keek zo op die uitkeer naar je eruit. Kijk, dat is nou echt slim. Daar hou ik echt van. Het is nu 6 uur 's ochtends. Mijn ogen zijn... Ik weet niet hoe we dit hebben gedaan, maar ik heb oprecht gewoon mijn gevoel best wel kunnen slapen eigenlijk. Nee. Het is best wel gevaarlijk ook, want je kan gewoon verdrinken wat dus net bijna gebeurde, maar... Ik heb het gevoel dat ik niet heb geslapen, maar helemaal mijn ogen heb dicht gedaan, weet je wel? Mensen, ik ben echt zo geïrriteerd. Ik heb niet geslapen. Nou, weet je, ik heb wel geslapen, maar ik tel dit niet als slapen. Bro, ik werd echt om de 10 minuten, ik sliep. En dan word je wakker, want dan schrik je wakker en dan slaap je verder. Zeker. Nou mensen, Lorenzo heeft gewonnen. Ik vind het knap. Hij heeft het slim gespeeld, maar... 1000 euro krijg je straks trouwens. Maar mensen, volgende video komt weer woensdag online. Okay. Dus laat een like achter als je... Like, abonneer, comment en wij zien jullie volgende keer weer. Ciao! Doei doei!